Samen met elkaar in de Sint-Pieterkerk gevierd. En wat hadden we hier graag ook samen op het toneel gestaan. Maar helaas, door de corona, is dat nu niet mogelijk. Maar de zoeker is op zoek gegaan naar de spelers uit het kerstverhaal. Die is bij ze thuis in de huiskamers geweest. Een aantal kinderen zullen we dan ook weer treffen. En we hopen op een prachtige viering hier via de digitale weg. Fijn dat jullie ingeschakeld hebben op de Sint-Pieter. Want van hieruit gaan we de kerstavond uitzenden. De kinderkerstavond. Vanavond gaan we met de zoeker van Grauw mee langs alle belangrijke figuren van het kerstverhaal. Dus laten we maar gauw beginnen. Goedenavond, meneer. Zoekt u iets? Kan ik u ergens mee helpen? Ja, nou, of ik iets zoek en of u me kunt helpen. Ja, nou, weet u, ik zoek eigenlijk licht in het donker. En ik zoek naar God. Ja, maar ja, het is hier ook zo vreselijk donker. Wie kan nou ooit eens iets vinden als het zo donker is? En ik vind het trouwens ook helemaal niet leuk hier in het donker. Nee? Hoezo niet? Nee, nee. Nou, ik word altijd een beetje bang in het donker. En ja, goed, je ziet helemaal niks. Je weet niet wat er zomaar kan gebeuren. Nee. Maar waar bent u bang voor dan? Wat kan er dan gebeuren? Ja, dat is het nou juist. Dat weet je niet wat er kan gebeuren. Er kan zomaar een wild beest of zo op je afkomen in het donker. Weet je toch niet? Nee. Maar wat doet u dan als u zo bang bent? Ja, dan steek ik dus een lichtje aan, zoals dit hier. En dan hoop ik en dan bid ik dat het steeds meer licht zal worden. Oh, wat fijn. Ik denk dat heel veel mensen dat heel wel willen, dat het meer licht komt en dat we kunnen bidden. Kunt u dat voor ons doen? Ja, nou, dat weet ik niet. Daar ben ik niet zo goed in. Maar we kunnen het wel vragen aan de dominee in de Sint-Pieter. Zullen we dat doen? Idee. Ja? Doen we dat, dominee? Natuurlijk, zoeker. Laten we bidden. Goede God, hier zijn we dan. Niet samen, maar toch ook weer wel. Het is raar. En ook een beetje moeilijk. We kunnen niet naar familie of maar heel weinig. School is dicht, ook na de kerstvakantie. De meeste winkels zijn dicht. Dat moet, want het virus gaat nog steeds rond. Dat maakt mensen ziek. Vooral mensen die wat ouder zijn. Of die niet zo gezond zijn. Overal op de wereld worden mensen ziek en gaan zelfs dood. Overal op de wereld hebben mensen verdriet. En vaak hebben mensen geen werk en ook geen geld meer. En dus ook honger. Wij leven in een rijk land, maar hoe moet het met de mensen in arme landen?
We krijgen straks een medicijn, een vaccin. Maar hoe komt het met de mensen in de derde wereld? Het zijn allemaal vragen. Vragen die we hebben, nu het zo donker is. En daarom komen we bij u. Want u bent toch het licht zelf. Licht vol van liefde. U kunt ons ook weer doen stralen. En daarom bidden we u. Maak het weer licht in de harten van ons mensen. Dat we lief zijn voor elkaar. Maak het weer licht in de wereld. Dat er genezing komt voor zieken. Hulp voor armen. En kracht voor alle mensen die voor anderen zorgen. Amen. Dus u zoekt God? Vindt u dat moeilijk? Ja, want wie heeft ooit God gezien? Jij misschien? Nee, ik ook niet. Ik heb God ook niet gezien. Maar ik heb wel van hem gehoord. Ja. Heb je van hem gehoord? Ja, in de kerk en op school. Ja, allemaal mooie verhalen. Kun je mij dan zo'n verhaal vertellen? Ja, dat komt goed uit. We wilden net een heel mooi verhaal vertellen vanavond. Luistert u mee? Ja? Ja. Top. De geboorte van Jezus. Jozef en Maria gaan naar Bethlehem. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Goedenavond, meneer. Mag ik u iets vragen? Uw keizerlijke hoogheid. Wat zegt u? Ik ben geen meneer, ik ben een keizer. Dus u hoort mij aan te spreken met uw keizerlijke hoogheid. Oh, neemt u me niet kwalijk, uw keizerlijke hoogheid. Mag ik uw keizerlijke hoogheid dan misschien iets vragen? Als het kort kan, want ik heb weinig tijd. Ik moet namelijk nog een heleboel belangrijke dingen doen. Oh, belangrijke dingen zoals? Zoals nagaan hoeveel soldaten ik eigenlijk moet gehoorzamen. Hoeveel geld er nog in mijn schatkist zit. En over hoeveel mensen ik eigenlijk de baas ben. Oh. Nou, dat lijkt me dan nog een hele klus.
Nou, geen kletspraatjes alsjeblieft. Je stelt me kostbare tijd. Oh, nou, neem me niet kwalijk, uw keizerlijke hoogheid. Nog één vraag dan misschien. Hoe is het eigenlijk om keizer te zijn? Beste man, keizer is het hoogste dat je in deze wereld kunt bereiken. Ik ben onmetelijk rijk. Ik hoef maar in mijn vingers te knippen en iedereen doet wat ik wil. Oh, oké. En als ze dat nou eens niet doen? Dan stuur ik mijn soldaten op ze af. Oké. Oh, dus jullie zijn de soldaten? Ja. Oké, en wat doen jullie dan als soldaten de hele dag? De mensen tellen. Mensen tellen, en hoe doe je dat dan? Vragen wat de naam is. Is de naam? En dan? Plaats. De plaats, en dan? Adres. Het adres, en dan? De postcode. Oké, en hoeveel mensen heb je dan nou al zo'n beetje geteld? 1632. Oh, dat is best wel veel. Hey, en van wie moet dat allemaal dan? Van de keizer. Oh, van de keizer. En wat vind je van die keizer dan? Een beetje bazig. Beetje bazig. Ja. Ja, iedereen moet wel goed doen wat hij zegt, hè? Ja. Ja, want als je niet doet wat de keizer zegt, wat gebeurt er dan? Dan stuurt hij jullie op ze af, hè? Ja. Nou, ik vind het wel mooi om even met jullie kennis gemaakt te hebben, hoor. Als soldaten. En ik zie wel dat hele boek van jullie... Nou, jullie hebben nog een hele hoop werk te doen. Ja. Ja. Nou, sterkte ermee, hoor. Ja. Ja. U ziet het. Het is allemachtig prachtig om keizer te zijn. Maar wat was nu eigenlijk je vraag? Nou, ja, ik ben op zoek naar God, naar licht in deze wereld. En ik vroeg me af, misschien weet u waar ik hem kan vinden? U bent tenslotte de keizer. U vraagt mij waar mijn God kan vinden, beste man. God staat voor u. God staat voor u? Hoe bedoelt u dat? Hebt u dat nog niet door? God, dat ben ik zelf! Oh, nou... dank u wel, hoor. Uwe keizerlijke hoogheid. Dat kan die keizer nou wel zeggen. Maar ik geloof er helemaal niks van dat hij zelf God is. Dat denkt hij maar. Raar verhaal, hoor. Vertellen jullie hier. Ja, dat snap ik. Maar we zijn nog maar net begonnen. Het verhaal is nog niet afgelopen. Weet je? Laten we eerst maar een lied gaan zingen. En dan hoor je het verhaal weer verder. En misschien hoor je ook wel dat wat de keizer zegt, dat het ook niet waar is van dat licht en dat lied. Mother love.
Hoe zou het verhaal verder gaan? Waar waren we ook weer gebleven? Oh ja, iedereen moest op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem en Judea. Want hij kwam uit de familie van David. En David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen. Hé, hey, wie zijn jullie? Ik ben Maria en ik ben Jozef. Oké, okay. wat leuk dat, dat ik jullie hier tegenkom. Want ik heb al zoveel van jullie gehoord. Hey, en hoe is het nu met jullie? Ik ben een beetje bezorgd. Oh, ben je bezorgd? Waarom dan? Ja, want mijn kindje moet bijna geboren worden en we hebben nog steeds geen plek voor de nacht. Geen plek? Maar hoezo wonen jullie hier dan niet in de buurt? Nee, helemaal niet. Wij wonen juist een heel eind van hier vandaan. Wij wonen in Nazareth. In Nazareth helemaal, maar dat is inderdaad wel een heel eind van Bethlehem. Wat doen jullie dan helemaal hier? Weet je dat dan niet? We zijn hierheen gekomen omdat de keizer iedereen wil tellen om te weten over hoeveel mensen hij regeert. Oké. En daarom moeten jullie nu hier naar Bethlehem komen? Ja, want dit is onze geboorteplaats. Oké, dat is de plek waar je familie vandaan komt. Ah, nou ja, dat lijkt mij helemaal niet zo leuk om dan op een reis te moeten terwijl je kindje bijna moet komen. Hè? Nee. Maar mag ik jou dan misschien wel even iets vragen, Maria? Ja hoor, ga je gang. Moet je luisteren. Ik ben op zoek naar God. Naar licht in deze wereld. Dus misschien kun jij me vertellen waar ik hem vinden kan. Dat is een moeilijke vraag. Ik zou niet kunnen weten waar je hem kan vinden, maar ik weet wel een deel waar je hem kan vinden. Ja, een stukje van God of zo. Ja. Waar dan? Vertel eens. Nou, dat begon allemaal toen ik een stem hoorde. En hij zei tegen mij, ik gewoon een doodnormaal meisje. Hij zei, jij krijgt een heel bijzonder kind. Oh ja? Mhm. Een heel bijzonder kind. En, goh, nou, en hoe was dat dan voor jou? Heel bijzonder. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dus daar zie je eigenlijk, heb je eigenlijk een stukje van God gezien, een deeltje van God of zo. Mm-hmm, ja. Ah, ja. Oké. Dat is mooi. Maar ja, hoe moet dat dan met dat stukje van God als er voor je kindje en voor jullie helemaal geen plek is? Tja, ik heb geen idee hoe het verder zal gaan. Maar ik heb ooit die stem gehoord en ik vertrouw erop dat hij ons gaat helpen daarmee. Dat is mooi. Dat is mooi om te horen. Nou, dankjewel Maria. Dankjewel Jozef. Ik zal jullie dan maar een goede reis wensen nog. En sterkte bij de bevalling. Ja, maar ik hoop nog wel een plekje kunnen vinden. Ja, dat is ook zo. Nou, dat hoop ik ook voor jullie hoor. Ja. Tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Tot ziens. Jezus wordt geboren. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek en legde hem in een voerbak voor de dieren, want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Oh, ik ben hier geloof ik bij de herberg beland. Goedenavond meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Zoekt u een plaats voor de nacht? Dan moet u wel snel zijn, want we zitten namelijk stampvol. Ja, en met al die coronaregels is het extra druk en er kan er ook niemand meer bij. Oh, nou, ja, nou, goedenavond meneer. Dan, als ik het goed begrijp, dan bent u de herbergier? Dat klopt helemaal, meneer. Oké, nou, en dan vroeg ik me af, hoe is het eigenlijk om herbergier te zijn in deze tijden?
Nou, op dit moment gaat het eigenlijk allemaal heel goed. Want de keizer heeft opdracht gegeven dat iedereen zich moet laten inschrijven in de stad waar hij of zij vandaan komt. Dus het is extra druk en er komen een heleboel gasten om een plekje te zoeken. En dat is een heel gedoe in deze coronatrend, kunt u wel begrijpen. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar u hebt dus, als ik het goed begrijp, geen gebrek aan klanten in ieder geval. Nee, ja, klanten genoeg. Maar ja, het kan ook zomaar weer minder zijn, hè. Je weet het nooit meer in dit beroep. Straks begint er weer een lockdown en er zijn er weer veel minder mensen. Maar als u nu een plekje wilt in de herberg, dan moet u wel snel zijn, hoor. Want de prijzen die schieten omhoog, weet u. 2 uur geleden was het 2 keer zo goedkoop en het is nu al 2 keer zo duur. Zo werkt het nu enkel op de markt van vraag en aanbod, meneer. Oké. Maar geen zorgen, hoor. Als u geld genoeg hebt, nou, dan valt er wel wat te regelen. Nou, dat hoeft niet zo, hoor. Nee, dank u. Andere keer misschien. Ik moet eerst namelijk nog verder zoeken. Zoeken? Maar, ja. Maar wat zoekt u dan? Nou, ik zoek naar licht. Ik zoek naar God in deze wereld. Dus misschien weet u waar ik hem vinden kan. God? Dat heeft geloof ik nog nooit iemand aan mij gevraagd. Oh. Maar als u het mij zo vraagt, dan denk ik, tja, als een mens maar genoeg te eten heeft en te drinken en een dak boven zijn hoofd en wat gezelligheid met familie of met vrienden, ja, wat wil je dan nog meer? Waarom zou je dan nog naar God op zoek gaan? Nee, ik vind het maar een vreemde vraag. Ik moet ophangen, hoor. Want volgens mij komen daar weer nieuwe gasten aan. Veel geluk, meneer, met die zoektocht. Tot de volgende keer. Nou, ik ben benieuwd of dat nieuwe goddelijke kind wel ergens welkom is. Nu zijt welkomen, Jezus lieve Heer. Gij komt van al zo hoog en van al zo veel. Nu zijt welkomen van de hoge hemel neer. Hier al in dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer. Kyrie eleison, terders op den velde, hoorden het nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wist het niet. Gaat aan geen der straten en gij zult hem vinden daar. Bethlehem is de stede, wat is geschied voor waar. Kyrie eleison. Herders horen het goede nieuws. Die nacht waren er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders waren bang, maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren. Christus, de Heer, hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in de voerbank en is in een doek gewikkeld. Goedenavond. Mag ik vragen wie u bent? Ik ben een van de herders. Oh, cool. Ik heb altijd al eens een herder willen ontmoeten. Want ik vraag me dan altijd af, wat doet een herder eigenlijk de hele dag? Nou ja, wat dacht u? Wij passen op de schapen. Oh? Is dat alles? De hele dag maar een beetje op de schapen letten? Nou, dat lijkt me echt wel een beetje saai eigenlijk.
Ja, dat denken veel mensen. Daarom willen ook heel veel mensen geen herder worden. Maar het is helemaal niet saai hoor. Het is eigenlijk best een zwaar beroep. Een zwaar beroep? Hoe zou dat dan? Nou ja, je bent altijd onderweg. Op zoek naar een groene weide. Waar nog gras is voor de schapen. En je bent ook altijd buiten. Weer of geen weer. Of het nu regent of het sneeuwt. Of het is ijskoud. Of het is snikheet. Oké, ik begrijp het, ja. Maar is het dan eigenlijk wel fijn om te doen? Jawel hoor, ja, het is wel fijn. Maar ook wel een beetje zwaar. Maar wel heel fijn om te doen. Oké, wat is er dan zo fijn of zo mooi aan? Nou ja, eigenlijk heb je heel veel tijd. Veel tijd om na te denken over het leven. Over jezelf. Over God. En je bent ook dicht bij de natuur. Bij de schapen, maar ook bij de planten en dieren die er leven. Buiten op het veld. Op de een of andere manier voel je je dan ook dicht bij God. Is dat zo? Nou, ik ben toevallig ook op zoek naar God. Dus u kunt me misschien dan wel vertellen waar ik hem vinden kan. Nou, wij vinden God ook niet altijd hoor. Maar hij is er wel. Altijd. Dat geloof ik zeker. En soms merk ik daar iets van als ik goed kijk en luister. Zo net nog zagen we een licht midden in het donker. En we hoorden een stem. Een stem? Oh, een licht en een stem. En wat zei die stem dan? Nou, die stem die zei dat we moesten zoeken naar een klein, pasgeboren kindje. In dat kindje zou je dan iets van God kunnen zien. Een klein, pasgeboren kindje. Dus daar zijn jullie naar op weg? Ja, we zijn op weg naar een kleine kindje. Mag ik met jullie mee? Jazeker hoor. Kom maar, de andere herders zijn er ook al. Die zijn al reisvaardig. Kom maar met ons mee. We gaan die kant op. En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen. Goedenavond. Je ziet eruit als een engel. Dat ben ik ook. Oh, ziet een engel er altijd zo uit dan? Je weet nooit hoe een engel eruit ziet. Een engel kan heel bijzonder zijn, maar ook heel gewoon. Je buurman of buurvrouw kan wel een engel zijn. Oh, maar hoe weet ik dan dat iemand iemand een engel is of niet? Een engel zegt altijd goede woorden. Woorden waar het blij van wordt. Woorden die van God komen. Aha. Jij kunt me vertellen waar ik God kan vinden. Ik ben al zo lang op zoek. Ja, ik word er langzamerhand ook een beetje moedeloos van, weet je? Misschien zoek je dan verkeerd. Misschien zoek ik verkeerd? Ja, dat kan zijn. Mensen zoeken God soms heel hoog of heel ver weg, terwijl hij juist heel dichtbij is. Dichtbij? Hoe bedoel je dichtbij? Zoals ik het zeg. Ga maar gewoon op pad en je zult zien dat je altijd iets of iemand tegenkomt waarin je God kunt herkennen. Want God komt naar je toe, hier op aarde. Oh, ja? Waar dan? En hoe dan? Ik begrijp er echt helemaal niets meer van. Begin maar eens gewoon met zeggen, vrede voor jou. Oké, vrede voor jou. En? Nou, eerlijk gezegd merk ik er nog niet zoveel van. Je moet het ook niet zomaar in het wilde zeggen. Je moet het echt zeggen, van binnenuit. En zeg het maar tegen mij. Oké. Vrede voor jou, engel. Vrede ook voor jou, zoeker. Merk je nu wat? Nou,
Ik geloof dat ik het wel een beetje begin te begrijpen. Ik begin me ook wel weer wat beter te voelen. Maar misschien kunnen we nog even doorgaan. Kom, laten we het gewoon maar zingen. Heb je het gezien? Kun je het geloven? De wereld krijgt een nieuwe glans. Wie weet misschien komt al het goede boven en legt de macht het loodje, krijgt het kleine weer een kans. Dat kleine kind dat zal zeggen hoe het gaat, dat kind met kerst verslaat het kille kwaad. Heb je het gehoord? Kun je het geloven? Met kerst ging dat leven altijd wint. Dat kleine kind dat zal zeggen hoe het gaat, dat kind met kerst verslaat het kille kwaad. Gloria, gloria in excelsis Deo, ere God in de hoogste hemel, gloria, vrede op aarde voor alle mensen. Bethlehem. Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: kom, we gaan naar Bethlehem, want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef. En in de voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. Ik geloof dat we er zijn. Bij waar die herders het over hadden. Bij het kleine, pasgeboren kindje. Dus hier is God te vinden. Dit kleine, pasgeboren kindje. Ik had altijd gedacht dat God heel groot was en machtig. Een beetje zoals de keizer. Of dat hij heel hoog in de hemel was. Waar die engel vandaan kwam. Of dat je heel ver moest reizen. Een beetje zoals die mensen in die herberg. Maar nooit gedacht dat hij zo dichtbij was. En zo klein. En zo mooi ook. Ik word er stil van. Weet je, ik ben zelf ooit ook eens zo'n klein babytje geweest. En jij ook? Wij allemaal. Zou God dan een beetje ook in mij en in jou zitten en in ons allemaal? Zou die zo dichtbij zijn? Dat zou wat zijn. Wat zou die dan zeggen tegen jou? Of tegen mij? Van... Doe maar zoeker. Blijf maar zoeken. Hè? Op een dag vind je me vast wel.
Wat zou die doen? Ik denk dat God, als het donker is, in mij, of in jou, of in de wereld, telkens weer een lichtje aansteekt. Een lichtje dat zegt, ik ben bij jou, altijd. En je kunt altijd opnieuw beginnen. Net als het pasgeboren kind. God wordt iedere keer opnieuw geboren. In deze wereld, in ieder mens en ook in jou. God is als een lichtend vuur, dat nooit meer dooft. Dat heb je mooi gezegd. En we komen langzamerhand aan het einde van onze kinderkerstnachtviering. Zo in de lockdown, via internet. En misschien zijn er onder jullie, of bij je papa's en mama's, of de mensen die kijken, mensen die juist op een avond als deze willen denken aan anderen die het minder goed hebben. Nou, dan kun je daar ook vanavond iets voor geven. En waar dat voor is en hoe je dat kan doen, dat komt straks na afloop wel in beeld. Laten we nu samen gaan danken en gaan bidden en deze dienst gaan afsluiten. Laten we bidden. Goede God, we willen u zeggen dank u wel. Dank u wel voor het feest van kerst. Dat we toch gaan vieren. Ondanks de lockdown. Ondanks alle moeilijke en verdrietige dingen die gebeuren in deze wereld. Want het verhaal van kerst vertelt ons dat u eenmaal geboren bent in een klein nieuw mensenkindje. En als dat één keer kon gebeuren, dan kan dat iedere dag weer opnieuw gebeuren. Overal waar mensen goed zijn voor elkaar zorgen, rekening houden met elkaar, elkaar onderdak geven en niet de baas over elkaar spelen, maar helpen, daar komt u in deze wereld binnen. En dat maakt het donker licht. We denken vanavond vooral aan alle mensen voor wie het donker is. De mensen die ziek zijn, de mensen die zich eenzaam voelen of bang. De mensen die geen dak boven hun hoofd hebben en op de vlucht zijn, net zoals Jozef en Maria. Geef hen, geef ons dat licht. En help ons om het licht te zien, te herkennen en welkom te heten. In Jezus' naam. Amen. Nou, lieve mensen, dit was het dan voor deze kinderkerstavond. En ik mag jullie een heel mooi en fijn en warm kerstfeest toewensen, ondanks alle beperkingen die er zijn. En ik mag jullie de woorden meegeven van de zegen. En ik doe dat met de woorden van een Ierse monnik van heel lang geleden. Patrick heette hij. En die woorden, die gaan zo. De Heer voor je, om je de weg te wijzen. De Heer naast je, om je te omarmen en te beschermen. De Heer achter je, om je te behoeden als je in de rug wordt aangevallen. De Heer onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen. De Heer in jou, om je te troosten als je verdrietig bent. De Heer om je heen, om je te verdedigen. De Heer boven je, om je te zegenen. De Eeuwige zal zich over jou ontfermen. Nu en altijd. Amen. Hebben jullie ook zo genoten van dit prachtige kerstfeest? En de lichtpuntjes die de zoeker samen met jullie de afgelopen periode heeft gevonden? En de kinderen die zo'n mooie rol hebben vervuld in dit kerstfeest? We hopen ook voor het jaar 2021 heel veel lichtpuntjes met elkaar te vinden.